Toen het seizoen erop was, dan spraken we elkaar ook even. Toen zei u ook, ja, ideaal is natuurlijk als de selectie compleet is op het moment dat wij aan de voorbereiding starten. Maar dat is niet altijd even realistisch. Ja, hoe is de stand van zaken op dit moment, wat u betreft? Nou, het staat er behoorlijk goed voor. Dus de, de, de basis is er, maar er moeten nog een paar posities ingevuld worden. Rechter verdediger, linker verdediger, um, nummer 10, dat zijn wel de belangrijkste posities. Dus dat moet nog gebeuren. Het mooiste is als je begint dat het klaar is, maar zo werkt het niet altijd we direct dan maar even Joshua Brenet eruit pikken. Ja. Uh, uh, nou ja, de wens van Twente is bekend, jullie willen hem graag langer houden. Hij traint nu ook gewoon nog mee, want zijn contract loopt ja, nog door. Ja, ja. Die aanbieding die hij toen heeft gekregen, want daar zei u over, hij heeft een hele mooie aanbieding gehad. Ja, dat vind ik wel. Ja. Is daar in de tussentijd nog iets aan veranderd? Want we horen nu ook dat jullie begroting iets beter uitpakt dan verwacht. Nee, daar is niet veel in veranderd. Dus hij, hij weet wat hij kan verdienen. En wij vinden dat dat voor onze begrip een hele goede aanbieding is. Dus, uh... We hopen dat hij dat gaat beslissen. En je weet ook als je naar PSV gaat, dat hij daar meer kan verdienen dan bij ons. Niet veel aan veranderd, zei u. Je zijn nog wel weer. Maar je, je hebt wel een paar keer gesproken: de eerste aanbieding, de tweede aanbieding, komt wat terug, weet je, maar dat is al een tijdje geleden. Hoe, in hoeverre weet u hoe hij erin staat? Want u zegt al, ja, bij zulke clubs kan hij meer verdienen. Maar is natuurlijk ook zoiets als speeltijd: speler wil graag natuurlijk het liefst minuten maken. Lijkt mij ook. Voor hem is dat ook belangrijk. Hij wil nog in aanmerking komen voor het Nederlands elftal. Ja, dan moet, dan moet hij gaan spelen. En, uh, en, en op zijn favoriete positie, dat is belangrijk. Maar hij is, altijd, hij is een beetje moeilijk te peilen, die jongen. En, uh, maar een goede, goede gast. Maar het is moeilijk te zeggen wat het gaat worden. Ik wil zeggen, gooit u het daar dan ook op in de gesprekken met hem, van hé, hey, maar hier kan je lekker voetballen? Ja, ja, maar dit gaat vanzelf. Want de spelers beginnen natuurlijk ook wel, hè, van je moet blijven en noem maar op. Maar hij is wel een beetje onverstoorbaar. Ja, volgens mij is Ricky van Wolfswinkel daar in het, beetje de uw joker, toch? Die uh, helpt ons vaker om spelers over te halen om te blijven, nou, sadelijk. Misschien, misschien is dat een idee om hem, uh, maar of het hem lukt, weet ik niet. Nee. <laughs> de volgende... Uh, Verschijnen hier op het veld vanochtend, dat zat er wel een beetje aan te komen. Camilo Mokotjo, die moest herstellen, is ja. intussen dus weer fit. Ja, in hoeverre um, zijn jullie ook aan het kijken met elkaar? We willen een verbindenis met hem aangaan. Ah, het belangrijkste is dat hij, dat hij fit is. De bedoeling was toen hij hier kwam, toen zei men van hij is nou, rond maat zal hij fit zijn. Nou, dat was dus niet zo. Ja, nu zal hij fit moeten zijn en laten zien dat hij, dat hij topfit is om in aanmerking te komen voor een contract. Maar lopen daar al iets van gesprekken? Nee, maar hij, hij kent precies de situatie. En wij, als hij fit is, is het voor ons een hele goede speler. Dat is, dat is de situatie. En we gaan kijken hoe de situatie dan is op het moment dat hij echt fit is. Wat we dan gaan doen. Maar het kan een, het kan een optie zijn dat hij erbij komt. Een optie, maar als hij fit is, dan is hij voor u een hele serieuze optie. Moet ik dat zo ja, zeggen? Nee, ja, absoluut. Anders, anders laten we hem niet meetrainen. Nee, nee, nee. Hoegalde nee. is erbij. We lezen overal dat dat al rond zou zijn. Kunt u dat echt ook al bevestigen? Oegalde, ja, Hoekalde ja, is rond. Ja, ja, ja. Dus die blijft nog een jaar... City had alleen wat problemen met zijn speeltijd, dat hij niet genoeg had gespeeld. Maar we verwachten dat hij het komende seizoen meer gaat spelen, dat denken we. Dat is ook juist de bedoeling, omdat... hij ja, is ook een jaar ouder en uh, meer ervaren. Dus uh, en het is gewoon een prima speler die we heel goed kunnen gebruiken. Dus... Nou, laten we het rijtje even afmaken met Wout Brama. Ja. Hoe staat het daarmee met de onderhandelingen? Heel goed. Ja, nou, we zijn eigenlijk akkoord dat hij, dat hij blijft houden, dus uh, prima. Maar we weten wel van beiden, we willen dat hij fit is. En uh, ja, hij wil zelf ook niet spelen als hij weer in dezelfde situatie komt als het, als het afgelopen seizoen, zeg maar de tweede seizoen zelf, dan wil hij zelf ook niet meer blijven spelen. En wij willen ook niet een speler alleen maar voor de kleedkamer, dus dat, uh, dat, dat weet hij. Dus dan, als het zover is en hij, hij heeft weer blessures, dan gaan we opnieuw uh, spreken wat te doen. Tijdens het seizoen, eventueel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja en in hoeverre wordt dat al meegenomen in de verbindenis die jullie dan aangaan? Dit soort situaties die, die zich kunnen ja, die aandienen? Moet, die, die moet je bespreken. Of je moet van tevoren zeggen we doen het niet of we doen het wel. Maar ja, die moet je, die moet je dus bespreken van tevoren. En daar zijn we het wel over eens. Wat de bedoeling... Als hij fit is, is hij voor ons een prima speler die we heel goed kunnen gebruiken. Kunt u daar iets over kwijt waar we dan aan moeten denken? Wordt er dan gekeken van nou, uh, als jij zoveel wedstrijden speelt? Of gaan jullie dan iets inbouwen van mocht hij weer uiteindelijk maar weinig nou, aan spelen we, toekomen? We, 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 we kijken gewoon en uh, over de hele voorbereiding duurt 2,5 maand. Uh, Laten we zeggen rond half augustus. Kijken hoe de situatie is. En, uh, en als wij denken die gaat nooit meer spelen, dan, uh, dan zal die niet spelen. Dat is simpel. Dus we moeten, met z'n allen moeten we daar een goed gevoel over hebben, dat is, dat is belangrijk. Dus de voorbereiding wordt nu eigenlijk gebruikt? Of gaan jullie al wel eerder ook de, de verbindenis ondertekenen? Nee, 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 die verbindenis wordt getekend. Ja, 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 absoluut. En dan is er een soort van ontsnappingsclausule aan het eind van de voorbereiding, Ik moet dat zo zien? Nou, dat moeten we nog invullen hoe we dat precies doen. Maar we weten wat we willen, dus, en, de, en de speler hetzelfde, dus daar komen we wel uit. Maar hij heeft nog niet getekend, dus staat ook nog niet op papier. Uh, ja, ik wil Wout, toch... Wout gaat niet naar een andere club die wil alleen maar hier spelen. Dus, het uh... zou ook heel raar zijn als Wout Bramers zijn carrière ergens anders afsluit, denk ja, ik. Ja, het zou een beetje een raar gevoel zijn. Ja, ja. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Ik wil nog heel even Flap en Limnios benoemen. Want u gaf ja. heel duidelijk aan van ja, het zou als we die er ook nog bij kunnen houden. Het is natuurlijk bij beide niet gelukt. Is dat dan een vette streep door de rekening of? Um, ja, de Limnios had ik graag erbij gehouden, en Flap hetzelfde. Want dan hadden we die positie 10 hadden we dan ingevuld. Maar goed, Limnios ben ik vrij lang mee bezig geweest. Maar ja, Keulen wilde duidelijk meer voor hem. En uh, ja, achteraf. Het had, uh, ja, hij heeft een kruisband opgelopen vorige week. Ja, het had ook gekund dat we hem al hadden vastgelegd. Dus, uh, maar heel vervelend voor de spelers zelf natuurlijk. En, en Flap, ja, die, die, die moet terug naar Anderlecht. De trainer gaat weg, komt een nieuwe trainer. Dus dan gaan ze eerst kijken of hij kans maakt om te spelen. Ja, dan nee. En daar kun je dan op wachten. Maar of we tijd hebben, is een tweede. Maar helemaal uitgesloten is dat dus niet? Ah, dat, 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 weet je nooit, dat weet je nooit. Hij wil hier heel graag spelen. En wij willen hem graag houden. Maar we kunnen niet bij voorbaat zeggen, we wachten wel tot, uh, tot half augustus. Dat, dat kan gewoon niet. Hmm, Oké, okay. dus nog niet helemaal, die deur is niet helemaal dicht. Proef ja, alle mogelijkheden moet je openhouden. Maar de bedoeling is wel om zo snel mogelijk een andere team te hebben. En ik denk niet dat het uh, bij uh, Flap uh, al snel bekend is of die uh, alsnog weg kan of niet. In dat geval dus moeten jullie schuiven. de kans klein is. Misschien tot slot dan. Um, ja, even over de, die Europese wedstrijden komen erbij. Dus het speelprogramma wordt iets voller. In hoeverre speelt dat nog mee met het samenstellen van de selectie? Van, nou, we moeten misschien nog iets bredere banken hebben? Ja, maar die mogelijkheden hebben we ook niet om, om nog even drie spelers extra te nemen. Bijvoorbeeld, dan moet je ook spelers nemen die echt goed zijn. Weet je. En als dat jeugdspelers zijn, dan word je niet veel sterker van. Dus dan moet je ook echt drie spelers halen. Die je uh, elftal kunnen versterken. Kijk, en als je drie spelers hebt voor één positie, uh, nah, ik hou daar niet zoveel van, want dan heb je altijd al twee die ontevreden zijn. Hè. Dus extra spelers, daar zitten we niet aan te denken. Gewoon het liefst twee per positie? Zo ongeveer, en dan nog een paar spelers. Zeg maar, uh, uh, 23 spelers plus drie keepers, dat is, dat is totaal 26. Dat is een goed uitgangspunt. Volgens mij zei ik net tot slot, maar schiet me nog één ding te binnen. Ja, u noemt even keepers. Uh, Jeffrey de Lange is ja. vertrokken, dat is nu duidelijk. Jullie hadden natuurlijk Titon al uh, aangetrokken. Ik zie ook van de Gauw hier niet bij. Daar was ook sprake van, van blijft hij wel of niet. Wat is nee. daar? Uh... Dus, uh, die heeft ook aangegeven dat hij meer wil spelen. En uh, ja, dat, dat kunnen we hem niet bieden. Dus hij is uh, vertrokken. Het is officieel ook. Hij is officieel weg, ja ja. Maar goed, hij had wel kunnen blijven als derde keeper, zeg maar. Maar ja, hij, hij wil meer en spelen. Ja, ik begrijp dat wel. Wie wordt dan nu de derde keeper? Um, deze jongen die hier er nu bij is, is nu de derde keeper. Maar misschien komt er nog één bij dan. Maar daar hebben we ook geen haast mee.